is de nieuwe Mazda CX-30 op de 89e autosalon van Genève. Op de persdag, dat betekent dat iedereen door het beeld loopt. Maar op deze manier krijg je toch een idee van hoe de nieuwe auto eruit ziet. Volgens het design Kodo 2 met de nieuwe grill, zoals die ook in de Mazda 6 en de CX-5 thans zit. Met de uitgesproken lip die iets oversteekt. Kijk, van de motorkap. Mooi om te zien hier. En het is een auto die is gebaseerd op het platform van de Mazda 3. Heeft dus ook de aandrijflijnen van de Mazda 3. Heeft ook het interieur van de Mazda 3. Dat ziet er dan in grote lijnen zo uit. Hoog kwaliteitsniveau, maar dat hoort bij Mazda. De wielbasis is ongeveer 10 centimeter langer dan van de CX-3. Is kleiner dan de CX-5. En als we dan naar de achterkant gaan, die was al een keer te zien geweest op een fotootje. Dan ziet dat er ongeveer zo uit. En deze auto die zal eind van dit jaar in productie gaan. We weten nog niet wanneer die op de Nederlandse markt komt, maar dat zal ook ongeveer tegen het eind van het jaar zijn. Dit is de nieuwe Mazda CX-30.